De KSA van Tiel is heel hard aan het groeien, we zijn echt aan het boomen. We hebben 300 leden, 57 leiders. Dus we waren al enkele jaren echt aan het wachten op nieuwe lokalen. We hebben mee mogen brainstormen eigenlijk met de architect en een team van de stad Tiel. En zo mogen bepalen wat de noden zijn. Dus een mooie locatie, in het centrum liefst hadden we gezeten. Veel buitenspeelruimte en ook wel handige lokalen. Het is wel nodig dat we een gebouw hebben die mee kan groeien met de tijd. Die mee kan groeien met onze jeugdbeweging. En die kan klaar zijn, openstaan voor verschillende soorten activiteiten. Groen is belangrijk om in te kunnen spelen. Hè. We hebben iedere activiteit proberen we toch buiten te kruipen als het lukt met mooie weer. Dus ja, onze kleine hasjes willen ravotten buiten in de open lucht. Het leuke, het unieke is eigenlijk dat we zowel in het centrum zitten, maar toch in een groene locatie. En dat lijkt mij uitstekend voor de jeugdlokalen. Dichtbij de muziekschool, de Europahal van Tiel, het zwembad van Tiel, de sportvelden van Tiel. Het gaat om drie jeugdbewegingen. De KSA van Tiel, de Giro van Tiel en de Kleine Torenvalk van Tiel. Het speelterras is eigenlijk het hart van het project. En je kunt het wat vergelijken met de speelplaats van de lagere school. Op het gelijkvloer bevinden zich naast de jeugddienst ook de speellokalen van de jeugdverenigingen. Er is ook een polyvalente ruimte ter beschikking. Op de eerste verdieping bevinden zich de leidingslokalen van de jeugdverenigingen. En die hebben een aparte passerel. Die passerel heeft uitzicht op het centrale speelterras. We hebben bewust gekozen om te werken met een prefabconstructie, een industrieel concept. Dat komt het budget te goede en ook de snelheid van werken, de timing. Alle info op tielt.be.